bewoners straks aangeven wat vind ik niet goed in deze wijk, in mijn woonomgeving, en wat vind ik minder. De ontmoeting. We ontmoeten elkaar nu. Ik heb foto's gezien op de website van de bewonerscommissie en gezien dat u elkaar heel vaak ontmoet in allerlei leuke activiteiten. En waar doet u dat? Doet u dat vooral hier? Ja, het wordt, dat is gewoon zo. Hij staat hier. Ja, de Willemhoven, ja, dit, dat en de Lindenlaan. Het is gewoon de hele, de omheen. Vrij. Het is heel vrij. Doe je vrij qua ruimte of qua sfeer? Nee, sfeer. Gewoon onder elkaar en ja, ik weet niet. Het is echt een volksbuurtje. Auto zeker wel. Nee. Nee, ik heb ook helemaal geen problemen dat men een auto heeft. Maar rij dan normaal en netjes in de wijk. Ja. Ja, dit is een heel mooi beeld zo met die bomen ook. Dit vind ik heel leuk. Nee? En je maakt het kind vriendelijker. Juist. Als je Klaas-Katerstraat zou afsluiten. Ja. Ik woon er zelf, dus ik vind het hartstikke mooi. Dan kunnen mijn kinderen rustiger spelen. Juist. Ja. Ik vind het ook een leuke straat hoor. Ja, allemaal in de camera, dank u wel. Als je wilde, maar eerst kijken wat dan wilde. Misschien naar beneden. Ja, dan komen ze met 6 man van de perma komen ze om die struiken te snoeien en dan zegt de buurman, maar jullie koffie, want die struiken moeten blijven staan. Dan staan die struiken er nou nog. Dus het verspringen van de huizen en de witte huizen die dan zo net naar voren springen. En eigenlijk het negatieve aan die kant met de bomen waar mensen veel last van hebben, waardoor er veel troep in de tuin valt. Iedereen erg betrokken bij zijn wijk. Een mooie mix van jonge mensen en ook oude mensen. Met een, zoals je dat zegt, een hechte sociale gemeenschap.